ik hier aan de lading staan in de test. Ik weet niet of ik hem goed om heb zo. Zet hij zo goed? Oh, wacht. Nee, sorry. Zo, oké. Okay. Er staat een koe op. Vraag me niet waarom. Kijk, het grappige is, je kan ook even openmaken zo, boven en onder. Zo, het kan helemaal open. Je kan misschien ook je hand dan ook zo gaan zetten. Heen steken ook. En als je nou wil, dan kun je... Ik heb hier bijvoorbeeld een kan melk. Kun je melk, kun je zo... Even doen zo, in schenken, zo. Maar het leuke is... In principe wil ik liever aan de andere kant ook nog wat melk hebben, zeg maar. Dus doen we hier ook nog wat melk in. Zo, ik schud hier ook nog wat in. Zo, hoppakee. Zo, maar aan de andere kant kunnen we misschien ook nog wat melk erin. Oké. Hier ook nog een beetje melk. Zo, kan ook op, een beetje melk erbij. Misschien nog hier een beetje. Zo, daar nog wat melk. Zo. Genoeg? Ik denk het wel. Ja, oké. Okay. Of zo, nog een klein nog beetje. Nog een beetje dan? Klein beetje. Zo, zo. En als je dan echt van melk houdt, zeg maar, ja. Dan kun je ook gewoon draaien als je wil, wat je wil allemaal. Dan haal je uiteraard een glas melk eruit. Proost. Nou, dit is de Tricky Milky Box. Nou, gewoon een snelle demo eventjes. Je moet natuurlijk van maken wat je zelf wil. Uit kunststof, niet uit hout. Dus je krassen en zo gaat niet je lak eraf. Het blijft gewoon deze kleur. Professioneel beplakt. Nou, lichtgewicht doos is het ook. Ja, en de werking. Het gaat vanzelf. Het is dus overigens een gewone kan. We verkopen deze ook getruckeerd. Maar het is een gewone kan. Dus je hebt geen milkpitcher nodig waarin je melk verdwijnt in de kan. Het geheim zit hem in de kist. En de kist kun je ook officieel niet echt leeg laten zien. Je zou nog, in principe, ik zag ja, dat kan. Dan kan je nog je hand er zo doorsteken als je wil. Dat kan ook nog. Dat is een ideetje van mezelf. Ik moet straks even kijken op video of we dat erin laten zitten of niet. Nee, maar dat zou kunnen. Dus in principe, je kunt hem leeg laten zien. Maar ja, het is een hele oude truc eigenlijk. Wizzy Dizzy Milk heette vroeger van Supreme. Alleen er was iets uitgebreider nog. Daar haalde hij het glas melk eruit. Dat ging in een koker, dacht ik. Daar verdween het glas melk. En dan zat hij daar weer terug in. Maar goed, dit is gewoon de versie. Nou, je krijgt de kist. Het grote glas. Ja, de rest moet je een kan regelen en wat melk regelen. En klaar. En dan kan de show beginnen. Dan kan de show beginnen. €179 voor de Tricky Milky Box.